En welkom terug in de laatste deel van deze route Köln-Aken met de ICE snelheidstrein. In de vorige video heb je kunnen zien hoe we vertrokken in Keulen. En we gaan nu nog 9 kilometer jullie laten zien hoe we binnenrijden in het station van Aken. We hebben dit gesplitst in 2 video's, zodat mensen ook alleen de aankomst kunnen bekijken hier in Aken of het vertrek in Köln. En dan zo lang kunnen kijken in die eerste video, zolang als ze willen. We gaan even kijken naar de snelheid 140, maar dat gaan we niet meer terugrijden, want we hebben tijd genoeg, jongens. We zitten op 12 uur 6 en we moeten om 12 uur 15 aankomen in Aken. Dus tijd genoeg om dit te overbruggen. Dit is nog maar 7,8 kilometer. We zullen de snelheid een heel klein beetje omhoog doen. Maar we gaan het rustig aandoen, want dan voorkomen we rode lichten. Dat houden we rechtsboven dus in de gaten. En dan kunnen we mooi langzaam het station binnenrijden. Je zult zien, soms even een beetje over die snelheid in het rood, wat je dat scheelt aan tijd. Dat moet je niet te lang doen, want dat kost je punten. En dat zie je helemaal rechtsboven daar, 3485 punten nu. En zo krijg je steeds meer ervaring in het spel. Nog een dikke 6 kilometer, jongens, en dan rijden we binnen in het mooie station van Aken. En dan krijgen we nog eens een tunneltje of 2. Zo mooi in die trein Mediterranee. Marseille heb je een trein. Hele lange tunnels. Mooi, mooi uitzicht. Maar dat spel is veel te duur nog. Dat kost €29,99. En dat vind ik toch wel erg veel voor een trein en een route. Dus dat gaan we nog niet kopen. Misschien dat het ooit een keer ook afgeprijsd wordt. Net zoals dit spel. Tot 29 april. Ik herhaal het nog maar eens even voor degene die het niet gehoord heeft in de vorige versie. Is dit spel met 15% nog te kopen. 29 april is het gedaan, dus voor €14,99 heb je dit spel en je kunt ook nog een paar extra treinen gratis downloaden. Zeg niet dat je die wist. Als je ons volgt en ons abonneert op ons, krijg je zo van die tips tussendoor. Nu gaan we ons concentreren op het binnenrijden, mensen, van het station. Met 4 kilometer nog te gaan en een snelheid van 115 kilometer met groen licht. En dan gaan we dadelijk rustig binnenrijden in het station. En laten we jullie meegenieten. Je ziet nu ook midden in de beeld de kilometers aftellen. En we zitten nu op 3 kilometer van het station af. We kunnen deze view nemen of we kunnen ook natuurlijk de trein van buiten nemen. Ik denk dat dat leuker is. En hier zie je de sporen al breed worden. We gaan eens even vooruit kijken. Kijk eens hoe mooi. Kijk eens wat een sporen. En als het goed is zien we dadelijk het station aankomen. Met nog 2 kilometer te gaan. Tijd genoeg, 6 minuten. Weet je wat we doen? We gaan de snelheid nog wat verminderen. Dat is het laatste station voor Aken. Erwald of zoiets, meen ik. Erwald. We gaan de remmen uitzetten. We gaan de trottel uitzetten en dan de trottel op een procentje of 15 zetten, zo 20, dat maakt niet veel uit. Een snelheid van 80 km per uur. Heel lekker op het gemakje binnenrijden. 6 minuten nog de tijd. Tijd genoeg voor 1,2 km nog. Kijk eens hoe mooi. We gaan nog zelfs snelheid verminderen, jongens, zodat jullie kunnen genieten van deze mooie ICE-trein die binnenrijdt in station Aken.
parkeerplaatsen van het station. We zijn er bijna, nog 500 zoveel meter. En dan gaan we helemaal op minimaal rijden. Een beetje beer hebben zelfs. En we gaan remmen. Full brake. En we komen toch al mooi aan hier op het station. Kijk maar, we kunnen de passagiers nog gaan uitlaten door de deuren te openen. Dat zijn de ruitenwissers. Twee deuren openen aan beide kanten. En dan gaan we snel even kijken. Voilà, de deuren staan open, passagiers kunnen uitstappen. En dan is de rit Kullen-Aken voorbij. Ik hoop dat je het leuk vond. Abonneer je op ons kanaal, blijf ons volgen. Geef ons een duimpje en ik zou zeggen, tot de volgende video.